ik heb de verzorgingopleiding gedaan. Nou, dat was echt totaal niks. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga toch kijken bij Defensie of het wel echt iets voor mij is. Wij moeten dit jaar een 5700 vacatures moeten we gaan vullen. En dat is zowel op alle niveaus, uitvoerend, leidinggevend en managementniveau. En dat zijn zowel militaire functies als burgerfuncties. We willen graag met dit soort dagen laten zien dat er heel wat meer binnen Defensie is dan wat de mensen eigenlijk denken. Dus we hebben een dag gemaakt waarbij de kandidaten wel de informatie krijgen over de dag, maar ook een beetje het gevoel krijgen hoe het is om bij Defensie te werken. Ja, de mooiste baan van je leven. Hoe afwisselende baan kun je hebben? Ik zit nu zelf 35 jaar bij de baas. Superbaan. Verschillende functies. Om de 3 tot 5 jaar kun je wisselen van functie. Ik heb 3 jaar geleden meegedaan met de Jongerendag van Defensie. En daardoor ben ik gemotiveerd geraakt. En nu zit ik in mijn laatste jaar. En als ik eind van het jaar ga solliciteren bij Defensie. En dan ga ik daar mijn carrière beginnen. De marcheren lijkt me echt heel leuk. En landmacht ook. Gewoon de uitdaging. Ook naar andere landen, het sporten, gewoon discipline ook. Allemaal elke dag andere dingen doen. Dat is echt iets voor mij. Ik vond het echt gewoon een hele leuke dag en ik hoop dat ik hier snel terugkom. En dan in een pak. Ja, dat pak doet het hem.